Yes, yes, yo. De vlog begint op dinsdag. Charlie Fay en ik gaan ontbijten. Hè? Wat ga je vandaag eten? Wil je een beetje gerookte zalm misschien? Of wat? Muhammara? Hè? Pap heel lekker. Alsjeblieft. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja. Zo. Smakelijk eten. Bij papa zitten is zo gezellig. Is zo gezellig. Hola die. Hey, knappe Charlie V. Heb jij een goede nacht gehad, Charlie V? Je hebt je lekker geslapen. Ja. Yes, yo, het is weer tijd voor parkeergaragepraat. Heel lang geleden deed ik parkeergaragepraat. Deed ik parkeergaragepraten. Goed woord. En dat is zo lang geleden. Volgens mij heb ik nog wel wat vragen die destijds zijn gesteld. Misschien wel weer leuk om die te beantwoorden. Nou. Lange tijd geleden vroeg Thijs Kremers, hoe zorg je dat je wekelijks, dagelijks gefocust bent en je niet mee laat slepen in de waan van de dag, maar dat je iedere dag bewust bouwt aan het grotere doel? Het lijkt alsof jij daar voor jezelf een goede manier voor hebt gevonden. Zelf ben ik nog een beetje zoekende. Ik ben benieuwd naar je antwoord. Keep up the flux. Ik heb daar niet een soort van recept voor, anders dan dat ik me heel erg bewust van ben dat ik iets aan het bouwen ben. En dat ik me continu afvraag, wat is dat dan? Wat wil ik nou bouwen? Ik ben 38. Ik kan nog prima 30 jaar werken. Tegen die tijd is 68 waarschijnlijk pensioenleeftijd. En misschien ga ik ook nog wel 30 jaar werken. Weet ik niet. Maar het is in ieder geval een hele lange tijd. Betekent dat ik nog heel veel kan doen. Je kan nog 3 bedrijven starten. Dan kun je per bedrijf 10 jaar eraan spenderen om dat in een succes te maken. En wat is succes dan? Nou goed, dat zijn de vragen die ik mezelf stel. Wat ben ik aan het doen? Hoe gaat dit bedrijf eruit zien in de komende 2-3 jaar? Wat is succes? Dus ik werk dagelijks in mijn bedrijf. Maar ik ben inderdaad ook wel dagelijks, misschien wekelijks bezig met... Ja, wat zijn we aan het doen? Wat voor klanten zeggen we ja tegen? Hoe ziet het er volgend jaar uit? Ja, daar ben ik me gewoon heel erg bewust van. Ik weet niet, misschien een soort relaxedheid of zo. Dat ik niet de drive heb om heel erg een cv te bouwen of carrière te maken. Ik bedoel, ja, dat heb ik allemaal een beetje gedaan. En mijn cv interesseert me eigenlijk in die zin niet zo heel veel. Ik wil gewoon bezig zijn met iets gaafs. En wat is dat dan? Nou, op dit moment is dat andere bedrijven helpen een goede cultuur te creëren. Zodat mensen, want daar gaat het uiteindelijk om, met plezier naar hun werk gaan en daar hun beste werk kunnen doen. Anyway, dat is weer parkeergaragepraat. Misschien zie je dit en denk je, Jorg, ik heb veel betere vragen. Dan zou ik het heel erg leuk vinden om van je te horen hieronder in de comments. Voor nu gaan we door met het programma. Ik zei dat zijn fiets nog ergens staan en ik wou vanochtend achter. Het was op zich niet zo'n probleem, maar toen dacht ik, hey, het is eigenlijk wel lekker om met de metro te gaan. Want ik heb natuurlijk nog steeds, ben ik heel dicht bij de mannengriep. En als je helemaal de mannengriep hebt, dan ben je nagenoeg dood. Yes, we zijn aangekomen, Spencer en ik, bij The Bank. ABN AMRO Mees Pierson, daar zitten we zo mee, met de afdeling Instituten en Caritas. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met het helpen van, nou, ze hebben iets van 1900 klanten, maar met bijvoorbeeld goede doelen. En die goede doelen helpen om hun doelstelling weer te bereiken. Dus heel erg op de duurzaamheid, op de goede doelen en dergelijke. Dus dat is wel een gave tak om voor te werken bij de bank. En Spencer en ik gaan zo naar binnen en dan hebben we een meeting met de directie. Om te kijken, oké, ze hebben volgende week een sessie met het hele kantoor, met het hele team. 40, 50 mensen. Hoe kunnen we hen helpen om nog efficiënter te werken? We hebben eigenlijk maar een tijdslot van 2 uur. En normaal doen we cultuurtrajecten die veel langer zijn. Nu hebben ze ons gevraagd van, kun je iets doen in 2 uur wat inspireert? Waarvan mensen denken, hey, shit, ja, dit kan ik zelf doen. En hoe zou zo'n dag eruit kunnen zien? Of hoe zou zo'n 2 uur durende sessie, dat is niet eens een dag, eruit kunnen zien? Nou, dat gaan we zo bespreken en dan gaan we denk ik daarna gelijk de sessie maken. Zo jongens. Nou, ik lig vandaag in bed. Ik heb toch maar even... besloten een dagje thuis te blijven en onder de dekens te blijven. Ik ben eigenlijk gewoon mega ziek. En wat doe je zo als je ziek bent? Nou, heel veel. Ik ben altijd wel fan van naast ibuprofen en hoestdrank. En ik heb, hoe heet het? Codeïne heb ik gehosseld. Belde de dokter eergisteren. Ik zei, joh, ik kan bijna niet slapen s'nachts. Ik moet alleen maar hoesten. Ik kan al niet zoveel slapen, want ik word 2 keer per nacht wakker. Omdat er een baby voeding nodig heeft.
En dan hoest ik ook nog eens de long uit mijn lijf. Probeer ik Charlie in slaap te krijgen. Slaapt ze bijna midden in de nacht. En dan moet ik weer, krijg ik weer zo'n halve hoestaanval. En dan wordt ze weer wakker van mij. Kan ik weer opnieuw beginnen. Ik zei tegen de dokter van, ik moet wel gewoon echt even... ja, codeïne hebben. Zodat ik s'nachts door kan slapen. Nou, dat wilde ze eigenlijk niet geven. Dan begonnen ze eerst met... ja, heeft hij al dropjes genomen? En heeft hij al honing genomen? Dan dacht ik, ja, natuurlijk. Begrijp het wel. Ze moeten even door die riedel heen. Want ze kunnen niet zomaar medicatie uit gaan schrijven. Maar toen zei ik van, ja jongens, kijk, weet je wat het is? Ik heb al niet zoveel slaap. Als ik nog minder slaap krijg, dan word ik best wel lijp. Dus ja, help me gewoon. Anders ga ik het op een andere manier regelen. En toen zei ze, nou, we bellen u terug. Want toen kreeg ik 2 uur later een telefoon. Nou, u mag, er ligt een recept voor u bij de apotheek. Vandaag dus, ziek in bed. Morgen ga ik nog een beetje werk doen. Dan is het weekend. Ja, weet je, en ik heb deze week een beetje gevlogd. Maar het is allemaal een beetje hetzelfde, weet je wel. Ik zit af en toe een beetje te kijken naar die vlogs. Nou, ik vond deze week gewoon heel erg lijken op vorige week. Wat vinden jullie? Zal ik er maar gewoon mee ophouden? Ik bedoel, als elke week hetzelfde is. Ik ga naar een meeting. Ik vertel jullie hoe de meeting was. Ik bedoel... ja goed, ik zal niet zomaar gaan stoppen. Maar ik ben wel benieuwd van, nou ja, van de dingen die je nu ziet. Waar zou je nou wat meer van willen weten? Of wat mis je nog? Nou goed, ik ga gewoon weer even verder slapen. Ik zie je waarschijnlijk volgende week. Ciao. Perfect.